hebben ze redelijk wat gedaan. Ja, hè? Ja, dat is wel weer een wilde bos geworden. En mijn vrouw die zei dat ik weer voor mijn paas best moet zijn voor kerstmis. Dus, Ja, voor de kerstmis. Ja. Ja, ik had gewoon een jongetje, het al op een paar zei. Oh. Naar kerstmis. Hoe bent u nou aan het kappen begonnen? Kappen net, ja. Was het van uw vader al? Of, Ja, van de vader. Ja, dat is een. Mijn vader was. Die is vanaf 1937 is hij kappen. Oh. En die is een. Ook hier in Houten. Hetzelfde plek, hè? Hetzelfde plek. Deze plek. Ja. Die is 66 overleden. En toen ben ik. Ik was op kappen, maar. Op dat moment zat ik in dienst. En ja. Toen ben ik vrijstelling gekregen. Ja, ben ik hier begonnen. Want u vertelt er ook wel eens dat u in Utrecht geleerd hebt of zo, hè? Bij de kapper in Utrecht? Nee, was in Amsterdam. Of was in Amsterdam? De eerste dag van de kappers. Dat was sinds 1962 al. De meeste kappers weer op de avond sloten. Ja. En dit was s'morgens wel eens weer naar kapper. Dus dan leerde dit gezellig eigenlijk. Maar dat was de. Ik dacht dat er een kapperschool in Utrecht was eigenlijk. Ja, dat was geen dagschool. De eerste dagschool was in Amsterdam. Ja, in Utrecht. Ja. Overleden. Ja, zo in, daarbij Oude Noord of zo. Ik weet wel dat mijn tante er vroeger in ging, want dan kon je gewoon gratis geknipt worden of zo, hè? Ja. Al was je model. Ja, wij hadden veel studenten daar, dus die werden ook gratis geknipt. Ja. Altijd lang. En een kaarspoor ik net, hè? Oh ja, ja. Maar ja, dat houdt een keertje natuurlijk op. Ja, ik kan wel altijd revan zijn, hè? Van ja. Die jou te pakken had. Dat is een leuk truc van. Ja, ja. Oh, dat is in 1966. Is dat, Maar dan moet het al, is dit dan altijd al een kapper geweest, zeg maar, deze zaak? Of was die vroeger, dan had het een andere bestemming? Huiskamer. Oh, dat is een huiskamer. Het bestaat nu. In 1912 zat het 75 jaar. Oh. Als kapsteen. Ja, ja. Het is altijd dezelfde maat geweest, dus nog groter worden, kleiner geworden. Nee. Het is een beetje 4x4, zeg maar. Hè. Ja. Ja, in feite heb je het niet meer nodig, hè? Nee. Ja, tenminste, als je een herenkapper blijft, als je een dameskapper wordt, dan moet je natuurlijk allemaal een stoel hebben en wasbakken. En... Ja. Ja, dan moet je breed worden. Hè. Ja. Had het dan ook een regionale functie, zeg maar? Of was dat echt puur voor Houten? Of komen mensen uit Schalkwijk toen ook zeg maar in de 60 of 70 jaar? Schalkwijk? Ja, van twee kappers. Oh, die hadden? En het gooien, hè? Toen het wel. Ja? Oh, die hadden allemaal een eigen kapper wel? Nee, het gooien nog niet. Toen het wel nog niet. Die kwamen wel hier, zeg maar. Ja, gedeeld wel, ja. Schalkwijk had al heel vroeg twee kappers, zou zijn het veel te veel. Ja, dat lijkt me wel. 12 in de Nederlanders. Ja. Had je misschien een katholieke kapper en een protestantse kapper of zo? Ik had er officieel een beetje op gelet af en toe. Scheiding rechts of scheiding links. Ja, nee. Maar toen had hij de hout op te veel kappers. Het was in mijn vader nog werken. Waar nu die kledingzaak zit op het plein, naast Open Sprong, daar zat ook een kapper. En met die kappers was eigenlijk een beetje te veel, dus die had niet zoveel te doen. Nee. En die stond een beetje meestal buiten te kijken en kwam iemand langs en zei ze van, kijk even geknipt hoor. Hij dacht, nou je hebt geluk, ik kan er net even tussendoor. Moest eventjes de show hoog houden. Ja. En Versoest die een kolenboer. Ja. Die kan hij altijd verkopen. Ja. Oh ja. Dat waren twee boers, hè, toch? Die Versoest. Ja, de schoenmaker. De schoenmaker en de olieboer. Ja. Ja, tenminste, volgens mij is het nu olie wat er bij natuurlijk ging. Steenolie.
Ja, die mag ik ook verantwoorden. Met zijn auto, die reed nogal voorzichtig. Ja, ongeveer 40 kilometer naar Utrecht toe op de Utrechtse weg. Er is 3 mensen achter zich. Ja. Ja, er zijn sommige mensen die beschouwen ook nog steeds als een tractor. Maximaal 16 kilometer. Ja, maar die Schumacher is ook leuk, hè? Ja, zo, ja. Oh. Ik herinner me wel dat wij er toch regelmatig onze schoenen brachten, maar dat waren altijd wel lange termijn projecten. Hè? Dan kon je over een week of 6 wel een keertje terugkomen. En dan zei hij inderdaad ook zoiets van, het is net al begonnen. Ja, ja, altijd wel lijmbesteld. Ik zie hem nog voor me met zo'n sigaartje in zijn mond. Ja, en denk, nou, dat is ook een linkje zoek met al die lijm. Ja, wat zat in dat peukje daar? Ja, precies. En in het paar vlammetje omhoog. Ja. Ja, nou ja, ik kan het ook wel zien hoor, maar ja. Nu zie ik de laatste details. Ja, het ziet er goed uit. Ja, het begint wat door te scheven, ja. De kruin. Helaas ligt het bij je in het licht. Ja, het ligt er zo'n oneerlijke felle licht. Zo,